De hartewens van de 103-jarige mevrouw Evenhuis is gistermiddag in vervulling gegaan met een bezoek van Willeke Alberti. De zangeres verzorgde een optreden voor de oudste bewoonster van zorgcentrum Menno Luther in Corpus en Horen en haar medebewoners. Hij wil altijd naast me staan. Is uw wens vervuld? Ja. Ja? Ja, meer dan dat. Vond u het mooi? Geweldig, ja. Wat vond u er zo mooi aan? Nou ja, eigenlijk alles. Maar de liedjes die haar vader gemaakt heeft, die vond ik het mooist, ja. En wat is nou uw lievelingsliedje? Ja, wat was dat nog maar? Ja, Spiegelbeeld. Ja, Spiegelbeeld en nog wat. Was van de Rijn of zoiets, ja. Niet? Varen, het was met een bootje. En waarom is Spiegelbeeld uw lievelingsliedje? Wat zegt u? Waarom is Spiegelbeeld uw lievelingslied? Ja, dat weet ik niet. Dat komt een klein beetje om jezelf neer. Okay. Je wilt wel graag weer terug, maar dat kan niet. Je hebt je leeftijd en je hebt je leven gehad. Willeke Alberti treedt met de Willeke Alberti Foundation op door heel Nederland om het welzijn van senioren, jongeren en zieken te bevorderen. Als ik de gezichten zie van de mensen, dan daar word ik zo blij van. Dan weet ik alweer waar we het voor doen. En dat was deze keer ook zo? Ja, absoluut. Het was zo leuk. Die mevrouw die heeft van oor tot oor een uur lang, het was bijna, kan je zeggen, de glimlach van een kind. Optreden werd onder andere aangeboden door de Riki Stichting. Deze organisatie maakt zich zorgen over de eenzaamheid onder ouderen, die volgens de stichting juist in de zomermaanden erg groot is. Het was super geslaagd. Het was heel mooi contact tussen Willeke en mevrouw Evenhuis. Iedereen heeft genoten, maar vooral mevrouw Evenhuis en ook Willeke. Het was echt prachtig om te zien. Op een gegeven moment was er het liedje met Spiegelbeeld. Misschien heeft u dat zelf ook gezien en het was een zo mooi contactmoment. Het was echt heel erg bijzonder.